We staan hier in de balletzaal en op zaterdagochtend hadden wij eigenlijk de belangrijkste les van Lea Daan. En dat was 4 uur bewegingsleer kregen wij. Als je voor bewegingsleer niet geslaagd waart, dan kon het vergeten. Dan mocht je ook niet meer herkansen of zo. Die lessen waren eigenlijk het belangrijkste. Nu, die lessen kregen we op zaterdagochtend, maar wij gingen toch dikwijls uit op vrijdagavond. En dan gingen wij in de paliter zitten. En dat gebeurde soms dat wij zonder te slapen recht van de paliter naar de les kwamen, onvoorbereid. En dan kropen wij achter de pilaar. Achter zo'n pilaar of een andere stad daar. In de hoop dat Lea ons niet zou zien zitten. Maar uiteraard, die zag dat direct. Degene die achter de paal zat, die moest naar voren komen. En wat dat wij dan deden, of ik in elk geval deed, dat was improviseren. Want wij moesten altijd zo'n hele oefening in elkaar zetten. En dan improviseerde ik. Maar Lea had dan natuurlijk altijd door dat we aan het improviseren waren. En dan zei ze van, oké, goed. Kunt je dat nog eens herhalen? En dan waren we gecharreld natuurlijk. Hè. Dan viel er door de mand. Als jullie nu meer willen horen van de verhalen van Studio Herman Teirlinck, dan kunnen jullie naar de audiotour komen luisteren. Elke zondag van februari en de eerste zondag van maart. Er is er eentje om 11 uur, er is er eentje om 12 uur. En reserveren kan via destudio.com.